Maak eens positief. Je hebt die man heb je nu een jaar. En dan zegt hij een paar dagen geleden tegen je, nu ga ik eraan werken. Dus een jaar heeft hij aan het lijntje gehouden. En waarom zou hij nu plotseling wel gaan werken? Vertel me dat. Omdat ik hem dat inzien. 2 september 2017. Moet jij een makelaar zeggen wat hij moet doen? Dus jij weet meer van makelaarswerk als de makelaar zelf. Vind je dat zelf niet een beetje vreemd? Ja, dan weet je toch dat je aan deze man niks hebt. Ja, je hebt hem een jaar, hij heeft geen moord gedaan. En je hebt er wat aan. Wat dan? Nu gaat hij het verkopen. Hoe vaak laat jij je eigenlijk belazeren? Ik laat me niet belazeren. Ik kom nog even aan een paar maanden. Wat een paar maanden? Je moet komende week bellen en zeggen van ik wil resultaat zien. Je zegt er zijn veel reacties op het huis geweest. Laat me dat zien. Ja, ja, ja. Veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven. Praatjes vullen geen gaatjes. Zo heeft die man ook een jaar geleden tegen je gezegd, ik zorg dat het huis zo verkocht wordt. Nu vertelt hij exact hetzelfde sprookje en jij bent weer blij. Nee, ik vertel niet sprookjes. Dit is niet geworden in jezelf, een teleurstelling. Het was ook een teleurstelling bij haar. Ja, als hij niks doet voor je, dan wordt het altijd een teleurstelling. Ja.